Die market ook drie keer post. Eentje is gestempeld in Rotterdam. Eentje is afgestempeld in Amsterdam. En eentje in Nieuwegein, geloof ik. Het laatste stukje kan ik niet lezen. Dus ja, ik heb ze al opengemaakt, zodat ik ze zo kan pakken. Gaan we eerst met Rotterdam beginnen. Van wie het afkomstig is, weet ik nog niet. Gezegende kerstdag en een voorspoedig nieuwjaar. Rode kaarsen met rode bloemetjes. Een bakje met, hoe heet die dingen, snacktomaten. Heb ik. Dat gaat in mijn bonbonnière. Chocolaatjes. Kerstkransjes. Ik kan dat wel even hier leggen. En dit gaat in de koelkast. Weet jullie wel wat dat is? Ja. En dat gaan we straks eten. En ik denk dat dit wel weg kan. Hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer woensdag, de 20ste van de 12e 2023. En we leven om 7 minuten over 2. Ja, ik ben al wakker vanaf dat het nog donker was. Maar ik had het fut niet om naar beneden toe te gaan. Ik denk, ik wil mijn slaap hebben, maar alles wat ik heb gedaan, nog niet geslapen. Nee, ik heb op mijn telefoon zitten te spelen en te doen en op TikTok en weet ik veel. Mary die heeft me een aantal keren gebeld en ik heb Mary geappt. En Marianne die heb ik goedemorgen geappt en die heeft ook weer terug geappt. En ook die was niet in orde, die liep ook al met hoofdpijn. Nee, ik heb geen hoofdpijn. Had ik wel, maar dat is weg. Ik was ook even misselijk, maar dat kwam ook omdat ik moe was. Maar slapen, oh maar. Maar nou heb ik ook de was al... Oh jee. Moet ik alsnog weer naar boven? Want ik heb de droger vergeten aan te doen. Nou, dat doen we zo wel. Want ik heb even was in de droger gedaan. En er zit ook was bij wat je niet in de droger mag doen. En die hek opgehangen. Maar ja, oké. Dan ben ik de droge vergeten aan te doen. Doe zo meteen, maar ik heb ook drie keer post. Eentje is gestempeld in Rotterdam. Eentje is afgestempeld in Amsterdam. En eentje in Nieuwegein, geloof ik. Dat laatste stukje kan ik niet lezen. Dus ja, ik heb ze al opengemaakt, zodat ik ze zo kan pakken. Gaan we eerst met Rotterdam beginnen. Van wie het afkomstig is, weet ik nog niet. Gezegende kerstdag en een voorspoedig nieuwjaar. Rode kaarsen met rode bloemetjes. Oeh, leuk. Nou, van wie komt die, weet ik nog niet. Maar nou wel. Ah, van onze enige echte lieftallige Jan van Dam. Ja. Hartelijke groeten van je vriend en huismaatje uit Emmeloord. Nou, hartstikke lief, schat. Dank je wel. Nou, die gaat daar weer bij. Ja, nou, dan gaan we naar Amsterdam toe. Gaan we die openen. Ik wil uit de envelop willen. Oh, mijn neus begint op te jeuken. Die is ook mooi. Vier verschillende plaatjes. Ja, vind ik ook leuk. Oh, dat is op zoek. Jeetje Maria, dat gaat met een omweg. Komt hier uit een helm vandaan, weet je? En ik kan die kaart hier nog leggen. Kan je toch met de post doen? Met de hand doen?
van mijn surrogaatzusje Wilma, die in een andere wijk woont. Hoe dan? Gaat het eerst naar Amsterdam toe om gestempeld te worden? Hier. Nou ja. Oké. Onbegrijpelijk. Ik doe dat niet, hè. Wat hier in Helden moet, breng ik zelf. Ja. Die is ook mooi. Leuk, hè, Bambi. Nou, groetjes. Ah, dankjewel. Groetjes van Rob en Mathilde. Die ken ik van Facebook, die mensen. Tenminste, die vrouw, Mathilde. Wat lief, hartstikke lief. We hebben toen ooit de adressen uitgewisseld en ja, gewoon om een kerstkaartje te sturen en dat blijven we gewoon doen. Ja, hartstikke leuk. Nou, ik ga ze zo meteen ophangen en ik ga met de meisjes uit en ik moet de stad in. Ja, en het is roetje koud. Het is 9 graden, maar het voelt aan als 4. Dus ja, dat wordt warm aankleden en jullie thuis laten. Ken je dat? Ja, nou, het gebeurt gewoon. Die gaat wel mee, maar ja, het is bagger koud. Dus ja, ik ga deze eventjes ophangen en dan ga ik hem klaarmaken om met de meisjes uit te gaan. En dan moet ik moet de stad in. Ja, ik moet sowieso boodschappen doen. En Mary die vroeg me of ik poepzakjes wou halen. En dan een lavendelgeur. Ik denk, hè, wat moet je daarmee? Is het niet een hond? Is het een kat? Ja, om de poep uit de kattenbak te halen. Je gooit die kattenbak toch leeg in een grote zak. En die knoop je dicht. Dan maak je die bak schoon en dan vul je hem weer met nieuw. Hoe dan? Ja, ik weet niet. Tenminste, ja, ze heeft 2 kattenbakken staan. Boven denk ik 1. En dan beneden 1. Maar dan nog. Ik weet niet. Ik weet even niet hoe ze dat heeft, maar ik heb het nog makkelijker. Ik heb een hotel, ik heb er een lader onder en ik heb een hendel aan de zijkant. Ik kiep de ene bak om, komt de poep en alles komt in de onderste bak. Daar zit een zak in en dan wordt het netjes opgevangen. Je krijgt geen vieze handen, niks. Dan enkel 1 keer in de maand, dan wordt die kattenbak helemaal uit elkaar gehaald en helemaal schoongemaakt. En dat doet Willy voor me, dus ja. Ik heb er geen omkijken naar. Ja, ik moet af en toe die hendel eens omhalen, dat die poep er naar beneden gaat. Nou ja, dan heeft Kandal weer een schone bak eigenlijk in principe. Maar ja, in ieder geval, ik weet niet hoe zij dat heeft. Vroeger was ik ook wel aan het recyclen, maar toch wel op een andere manier. Ik gebruik gewoon mijn broodzakken, ook voor buiten, voor die meisjes, hun behoeften. Gooi ik gewoon in die zakken waar die bolletjes in zitten, die kadetjes. Ja, die bewaar ik er speciaal voor. Dus ja, ik weet niet. Er is even nadenken. Ja, maar ja. In ieder geval, ik ga weer er vandoor. Even dat ophangen en mijn reclame maken en dan ga ik weg. Ze zeggen, tot later en geniet van je dag. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, ik ben nog niet zo lang thuis van boodschappen doen. Ook ben ik naar Lucardi geweest, want mijn oor die deed zeer met het knopje die Willy er gisteren in had gedaan. Die was te groot, die rustte ook op het randje van mijn oorschelp, die weer omkrult naar binnen toe. Daar rustte die op en dat deukte helemaal in en dat deed helemaal zeer. En ze zegt, ja, dat kan ook niet, het is ook rood, zegt ze, dat mag niet. Nou, hij heeft een nieuwe gekocht. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Helemaal bovenin, dat knopje. Ook een glimmertje. Ja, ik ben er wel blij mee. Ja, ik zie het zo nou in donker niet. Maar ja. Nou ja, jullie weten ook dat ik 3 kaarten vanmiddag had gekregen door de brievenbus. Maar ik kreeg er net ook weer eentje. En dat is van dit rijtje. Want ik doe altijd dit rijtje een kaart geven. Nou. Hij kreeg er eentje terug. Zo lief. Ja. En
Nou, ik wist niet eens niet dat dat vrouwtje zo heette. Want het is een buurvrouwtje die ook al lenig is. En ouder dan dat ik ben. Ik zeg altijd buffie of buurvrouwtje of wat dan ook. Ja, maar ze heet Jane. En ze heeft een hond. Je. Een frikandel op vier poten, zeggen wij altijd. Een tekkel. En die heet Cruz. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik spel het even, misschien dat jullie het weten. De letter C van Cornelia, van mijn naam, Cornelia. De R van Roelof. De U van Ulbe. De I van Isaac. De S van Simon. En de E van Eduard. Dat is zijn naam dus. Nou, ik vind dat zo lief, hè. Ik krijg voor het eerst een kaart hier van dit rijtje terug. Voorgaande jaren, nooit op terug gehad. Hoeft niet, je bent niks verplicht, weet je, maar het is wel leuk. Maar ja, die hangen we straks ook op. Ik heb inmiddels ook een koffie gemaakt. Ik heb alweer telefoon gehad van Mary. Ik heb niet die poepzakjes kunnen vinden die ze wilt hebben met die lavendelgeur. Dus ja, sorry, ik heb me niet meegenomen. Ik heb een bakje met, hoe heet die dingen, slektomaten. Heb ik. Dat gaat in mijn bonbonnière. Chocolaatjes. Kerstkransjes. Ik kan nou wel even hier leggen. En dit gaat in de koelkast. Weten jullie wel wat dat is? Ja. En dat gaan we straks eten. Ik denk dat dit nog weg kan. Dat is knetterhard. Dat gaat weg. Daar heb ik nieuwe voor. En dat wil ik straks eten. Kan er ook dan uit. Hoppata. Even dicht. Dan gaat eerst die eruit. Een fles schoonmaakmiddel. Ze was nog bezig, dus die kan hier naartoe. Voilà. Dan heb ik mozzarella. Dat gaat allemaal straks in de koelkast opgeruimd worden. Ik heb een nieuwe. Die zijn tenminste slap. Die gaan er ook maar gelijk erin. Hoppata. Zo. Nou, die ook weer dicht. Ik heb zo'n grote jongen. Nou, ik had al een levenworst meegenomen. Dus. Vleeswaren heb ik. Twee doosjes rijst. En waarom heb ik rijst meegenomen? Omdat ik gewoon een pokeball wil eten met de kerst. Lekker. Ik heb ook de ingrediënten ervoor. Ik heb kip in de vriezer. Dus ja, helemaal al goed. Helemaal goed. Nou ja, wat ook heel duur is, maar ik ben er gek op. En één keer in het jaar moet het kunnen, zeg ik. En dat is hetjekaas. Ja, ja. Lekker hetjekaas. Ja. Nou, dan heb ik een kartonnetje met kaas. Drie soorten. Ja. Dan heb ik een scharrel-eiensalade. Ja, ook dat. Dan heb ik een doosje met ook van die kaarsjes allemaal. Die kennen jullie wel, denk ik, dacht ik. En dan heb ik hier al, daar zit knoflook in, lekker. Ook een soort met kaars, voor op toast of wat dan ook, weet je. Daar heb ik nog bij. En rookworst. En dan hebben we gekookte Gelderse worst. En ik heb grillworst. Ik heb gebraden gehakt en salami. Nou, dat kan je straks allemaal in de la. En dan heb ik twee soorten kaas. Groen en rood. Dus. Nou,
zal het nog eerst maar even opruimen dan, want anders, hè? Hoppata. Ja, en ik had nog een rookworst, dan heb ik er lekker twee, maakt niet uit. Dan heb je wat. Ja, ik moet eerst even die kwijt. Dan moet ik hem zo even hebben. Zo. Salami. Ga jij nou daar even op. Salami. Wat is dit? Boterhammenworst. En dan pak ik gebraden gehakt. En dan die Gelderse. En dan die ook weer staan. Zo. Zo. En daar ook wat kinderen in. En die kan er ook in. En de curry kan er ook in. Dan is dat in ieder geval opgeruimd. En de, ja, daar heb ik toch nog één. Dus dat kan ik dat daar ook. Ja. En omdraaien. 1, 2. Ik had al een salade. Ja, een zware salade. Wat hebben we nog meer? Nou, ik heb 2 zakjes van deze. De zachte kaas wat ik weg kan krijgen. Wel duur. Maar ja, 1 keer in het jaar. Nou ja, met mijn verjaardag ik het ook altijd. Dus zeg maar 2 keer in het jaar. In de aanbieding, 99 cent. Ik denk, dat gaat er nog. Denk je, spruitjes. Ja. En dan heb ik kip curry salade. Dan heb ik vlees salade. Ja. Wat moet je? Hé, kerel. Ja, je wil eruit, maar je komt er niet uit. Kijk, deze is voor jou. Ja, die is voor jou. Nat voor. Ja. Nat voor. Echt wel. En dan heb je wat voor de meisjes. Valksnoepjes. Ja. Dat gaat de kast in. Dan heb ik hier een blikje mandarijntjes. Daar zit nog geen vergif in. Gelukkig niet. Er zit ook niet een kikkertje op. Gelijk uitgezocht. Ik heb al ragout. Ik heb nog 1 bakje. Dus dat kan ik ook lekker even opeten. En de rest is nog met brood of zo. Ja, zat het lekker. Hè? Ja, allemaal lekker. Dat wil wel, het andere wou niet. Hé. Hey. Dan heb ik voor de pokeball heb ik een potje met worteltjes met doppertjes. Ook lekker. Dan heb ik nog mais gekocht. En een blik ham gekocht. En ik heb nog een blikje ananas gekocht. Er zit ook geen kikkertje op. Dus ja, ben weer helemaal blij. Maar dat ben ik er nog niet. En dit was al heel erg duur. Ja, ik schrok maar, ik weet niet wat. Maar ja, je moet het toch hebben. En je wilt toch ook wat lekkers in huis hebben. Ja? Dus, die wilt het nou niet. Ik in ieder geval wel. Ja, en ik wil ook niet voorbij gaan. Hoe zit dit nou? Waarom wil dat nou niet wat ik wil? Oh, moet dat die kant op? Mag ook. Zo, kan die weer opgeruimd worden. En dan ga ik de rest ook opruimen. Ik ga mijn bakje koffie opdrinken. En ik moet nog een gedicht in elkaar zetten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. De meisjes moeten er nog uit. En ik moet eten. Ja, nou dat is die stokbrood. Die eet ik straks lekker op. Ja, dus ik zou zeggen lieve vrienden.
Geniet ze. Ja, mijn kool die ziet er ook niet uit. Nou ja, ik heb gewoon oude, oudere kleding aan hoor. Maakt niet uit. Dus ik zeg geniet en geniet een beetje mee. Doei. Zo lieve vrienden, ja, dan zijn we weer om afscheid te gaan nemen van deze dag, hè? Ja nou, ja. We zijn net naar buiten geweest en oh, wat een wind, wat een wind, wat een wind. Ja, dat is echt weer bizar, maar het is gelukkig droog. Tot op heden, ja. Ik voelde wel daarnet weer even 2-3 spatjes. Ik denk nou, blijf even weg tot ik weer binnen ben, weet je wel. Dus nou, het is weggebleven totdat ik nou binnen ben. En nou weet ik het niet of het nog door gaat zetten, maar dat zal wel. Althans, we zouden vannacht weer regen krijgen. Nee hoor. Tot 3:50 schoon. Maar dan kan het net zo goed ook van de boom afgevallen zijn. Dat kan ook nog. Die in ieder geval niks. En die ook niks. Dus... Of het is een buiten, wat ze beide niet zien, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, wij, het is 1:04. Hij loopt achter, 4 minuten. Ja, 4:04 is het. En hij zegt 1, nou ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, wij zeggen welterusten, lieve vrienden. Slaap lekker, met mooie dromen. Morgen uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!